Hallo mensen, welkom terug. En omdat deze kwast veel te groot was vorige keer voor dit poppetje, heb ik eigenlijk naar de winkels even 3 nieuwe kwasten gehaald in 3 verschillende maten. Ja, en ik heb zelfs een potje gehaald met nieuw verf. Een heel groot potje. Dat is in ieder geval voor de huidskleur van Mickey Mouse. Nou, ik heb die kleine kwastjes gekocht omdat ik eigenlijk beter bij sommige plekjes kon komen dan normaal met een kleine kwastje. Dus ik ga nu even de randjes, bijvoorbeeld hier zo zie je, kijk, als ik het hier laat zien, hier zo mis ik natuurlijk nog wat zwart. Dus dat ga ik even mooi maken. En hier aan de achterkant, kijk, ik heb hier heel veel op een morsje, je ziet het. Nou, zoals je kan zien heb ik de voetjes een beetje bijgewerkt en het kopje ook een beetje. Ik heb wel een beetje gemorst nog met het rood en zo. Dat moet ik nog even opnieuw gaan doen. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken. We gaan nu, denk ik, het gezichtje even doen. Dus in plaats van wit wordt het deze kleur die ik heb gekocht. En dat heet Universal Satin. Ik ga kijken of dit lukt. We dopen het kwastje in de verf. Klaar. Nee, zo gemakkelijk gaat het niet. Helaas. Ik had die wenkbrauwen niet eerst moeten doen, denk ik. Gok ik. Oh, dit wordt mooi. En het kost heel veel moeite. Zelfs zo'n klein beeldje. Hoe kunnen kinderen dit ooit doen? Hoe kunnen dit gaat er toch nooit mooi uitzien als een kind dit moet gaan schilderen, zeg maar. Dat kan gewoon niet. Maar ik maak er dan een video van. En ik knip het wel in delen, want als ik dan dit zou moeten doen terwijl jullie allemaal kijken en zo, dan is het een video van 3 uur. Dat weet ik nou al. Minimaal 3 uur. Ga uit mijn kwast, zwart verf. Zwart is zo'n duidelijke kleur. Ik snap sowieso niet waarom ik met zwart ben begonnen. Maar ik dacht van ja, weet je. Het maakt niet uit. Het is ook niet goed voor mijn kwast wat ik net deed. Ik ben geen kwastspecialist, maar ik weet dat dat niet goed is. Hij wordt trouwens leuk, kijk. Hij krijgt echt een kleurtje. Nou, zoals je ziet heb ik dus het randje mooi afgewerkt. Je ziet het, hè? Het randje hier zo. En nou, ik heb hier wat gemorst. Misschien moet ik daar eerst met wit overheen. Of in ieder geval, het wordt een rood bloemetje. De handjes zijn nog niet erg mooi, dat zwart en zo, zie je het? Dat heb ik hem ook een beetje afwerken. Wat een gedoe, hè? Nou, hier heb ik die huidskleur toegevoegd. En dan gaan we de achterkant kijken. Draai even rond. Dan is dat nog niet helemaal mooi, dus dat moet ik opnieuw met roze waarschijnlijk doen over het zwart heen. Maar dat is lastig, want zwart krijg je heel moeilijk weg. Nou, en hier probeer ik het zwart een beetje weg te halen. Dus dan moet ik nog een beetje een dubbele laag rood doen. En dadelijk gaan we het groen maken met de bloemetjes. Maar we hebben alleen groen en geen geel. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ik had ook gele bloemetjes willen maken. Maar ja, dat gaat nu niet. Dus ik denk dat we de bloemetjes wit laten en dan de rest allemaal groen. Maar dat zien we wel. Terwijl ik aan het wachten ben totdat hij een beetje droog wordt, omdat ik de oogjes opnieuw ging doen, heb ik wat stippen toegevoegd aan haar strikje. En ik heb wat dingen afgewerkt. Zoals je ziet, ziet het er een stuk beter uit. En nu ga ik dus stipjes toevoegen aan haar jasje. En gaan we daarna een beetje mooi maken van dit groene mos waar ze op zit. Ik ga nu stipjes toevoegen. En dat is door middel van, even kijken, dit kleine witte potje. En dat moet ook in één keer goed, want ik heb geen zin om er overheen te verven. Maar ik gebruik de achterkant van het penseel. Ik doop dat in het wit in verf. En dan tip ik gewoon af en toe op plekjes aan die ik denk van, nou, daar komt een stippeltje. Laten we zeggen dat er daar een klein stippeltje komt. Dan zie je, er is een stippeltje op haar truitje gekomen. Ik doe het weer opnieuw. En dan doen we er eentje daar zo. En dan doe ik er een daar. En dat is wel makkelijk, want Mickey of Minnie Mouse heeft natuurlijk altijd van die stippeltjes op haar lichaam. En dat is makkelijk om dan dat een beetje te verspreiden over haar lichaam. En er mogen ook een paar grote stipjes zijn, hoor. Kijk eens. Nou, dit wordt fantastisch, toch? Superleuk. Niet meer aanzitten, gewoon opdrogen en klaar. En dan de achterkant alleen nog, die gaan we nog doen. En zoals je ziet wordt het al heel erg gaaf. Ik heb de stippeltjes toegevoegd zoals je ziet. En ja, nou alleen het groene gras nog. Dus ik pak wat van het groen en ik dep het gewoon een beetje. Ja, het is een beetje deppen wat ik doe. Dat alles, dat er geen wit meer te zien is. En dat is heel belangrijk, want ja, dat wit is niet zo mooi vind ik zelf. Dat steenkleur, vooral op gras moet je dat niet doen. Ik heb voor de rest geen kleuren erbij, extra kleuren. Dus ik denk dat ik de bloemetjes misschien iets met roze doe, eroverheen. Ik maak ze maar gewoon groen. Ik dacht, als ik daar nou omheen moet schilderen, dat is ook wel heel veel werk. Zo, dan maken we het bloemetje een beetje mooi zo. Ik vind hem leuk gelukt. En kijk eens, hij is... Hij is helemaal opgedroogd en wel. En dit is het resultaat geworden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik dit beeldje ging maken. En
ja, ik ben er wel eens op zich trots op. Ik vind het wel leuk gedaan. En wie weet, ga ik nog in de toekomst nog meer van zulke beeldjes doen. Laat het weten of je het leuk vond als ik dit meer moet gaan doen in de toekomst. Dan weet ik zeker, ga ik dat onthouden van, joh, vind ik nog zo'n beeldje, dan ga ik hem schilderen en maak ik er een leuke video van. Bedankt voor het kijken. Vergeet er niet een like te geven voor mijn concentratie, dat ik hier toch al een paar uur over heb gedaan. En ja, zeker weten, zie ik je volgende keer misschien wel een keer terug. Het zal toch wel. Doei doeg!